Na 3 jaar is een prachtige traditie van Vitesse betrokken teruggekeerd. De Vitesse G-trofee. De 16 deelnemende teams bestaan uit personen met een verstandelijke beperking die samen de strijd aangaan voor deze beker. Hoe fijn vindt u het om vandaag hier te zijn? Fijn na zoveel paar jaar dat we niet gevoetbald mogen. Dat eindelijk weer mogen voetballen is voor iedereen wel prachtig en leuk. Wordt u kampioen? Ja, grote kans hebben we wel, maar of dat we het halen is het tweede. We proberen ons het beste doen. Hebben jullie al oefenwedstrijden gespeeld? Nee, dat is de eerste keer dat we hier zijn. Ja. Dus het wordt spannend vandaag? Het wordt spannend, ja. Hoe fijn is het om dit te organiseren? Ontzettend fijn. Ja, we hebben echt lang gewacht, ook tijdens de corona natuurlijk. Elke sector is daardoor geraakt, maar ja, wij als evenementensector ook. En deze doelgroep die mag natuurlijk zeker nooit vergeten worden. En daarom zijn we extra blij dat we vandaag weer op het veld mogen staan samen. Hoeveel teams doen er mee? In totaal 16. En waar komen ze allemaal vandaan? Uiteindelijk wel de hele regio. Uit Arnhem zelf, uit Elst, maar ook uit Culemborg. Eigenlijk heel Gelderland komen ze vandaan. Patricia, ja. Hoe ging het? Hartstikke goed, maar die tegenstander van ons was sterker als wij. Ja. Dus de volgende wedstrijd gaan wij er tegenaan. André, ja. 6-0. Had je hierop gerekend? Ja, dat we... Je zou kampioen worden, André. Ja, dat wel, maar wij wisten ook niet het programma dat we hier eerst tegen moesten. Dat is waar tegenstander worden. Ja, we wisten of het zou gelijk worden of verliezen. Maar winnen, nee. Hadden wij als we voorgenomen dat dit wel een moeilijke pool wordt. Nummer 4 is geworden Driestroom Gildekamp.